Yo guys, Job hier, a.k.a. de Tuber. Welkom bij deze nieuwe video. Like deze video als jij weet wat een jetpack is. Veel mensen weten het misschien niet, maar als jij het wel weet, doe dan even een blauw duimpje omhoog. En de reden dat ik deze video begin met het praten over een jetpack, daar heb ik natuurlijk ook wel iets voor te laten zien. En daarvoor ga ik eerst even naar beneden toe. Ik ben even... Ah, daar moet ik naartoe. Wat ga ik namelijk in deze video doen? Nou jongens en meisjes, om mee te beginnen ga ik mijn jetpack weer terugkrijgen. En hoezo weer terug? Omdat ik hem namelijk voorheen ook had. Alleen helaas werd ik toen ingemaakt door, ik denk, een superheld of door een politieagent. Het kan beide. Ik was namelijk zelf een crimineeltje, zoals ik wel vaker ben in Mad City. Alleen deze keer gaan wij het beter doen. Deze keer gaan wij het groter doen. En deze keer gaan wij het sterker doen. Ik ga namelijk de jetpack bemachtigen. Daarvoor heb ik natuurlijk ook de keycard in mijn handen. Die heb ik gekregen omdat ik namelijk achter de schermen snel even de nachtclub in en uit ben geweest. En natuurlijk de keycard heb bemachtigd door middel van het kraken van de vending machine code. Het is me gelukt. Ik ben er hartstikke blij mee. Dus ik zou zeggen, laten wij de jetpack gewoon ASAP pakken. Maar natuurlijk eerst even het stapeltje geld. Want dat is natuurlijk ook heel erg mooi meegenomen. Hop, zakketje. Ik ga hier naar binnen. Dat kan letterlijk gewoon door de deur te unlocken. En daar is de jet. Kan hij hem nu ook pakken? Heeft hij hem nu ook? Of niet? Heeft hij hem ook? Nee, hij heeft hem niet. Ik wou al zeggen, zou iemand anders hem... Uh-oh. Kan ik... Oh, gelukkig. Ik dacht heel even, legit voor een aantal seconden, dat ik vast zou zitten op deze plek. Ik heb in ieder geval de jetpack. Ik ben er heel erg blij mee wat wij deze video gaan doen, jongens en meisjes. Ik heb jullie namelijk een soort van kleine belofte gemaakt aan het einde van de voorgaande video. Ik ga kijken of ik aan de SWAT-auto zou kunnen komen. En dat kunnen wij, geloof ik, doen op een aantal manieren. Ik denk sowieso dat we dat kunnen doen via onze telefoon. En dat kunnen we dan, denk ik, doen bij de shop. Nee, dat kunnen we niet doen bij de shop. Kunnen we dat ergens anders doen? Kunnen we dat doen bij cash? Ja, dat kan hier. Ja! Ja, dit is hem! De SWAT voor 300 Robux. Dit zorgt ervoor dat ik zowel de auto van de SWAT kan gebruiken als de wapens ervan. De vorige video heb ik trouwens een SCAR gekocht, wat velen van jullie episch vonden. Ik weet trouwens dat er inmiddels alweer een aantal nieuwe updates zijn in Mad City. Maak je geen zorgen, ik ga die zo snel mogelijk uittesten. Maar eerst dit even. Ik heb er namelijk zojuist weer 300 Robux voor betaald. Ja, hoe komen wij er überhaupt aan? Waar kunnen wij zo'n SWAT-auto vinden? Ik geloof dat we dat kunnen doen in de gevangenis, right? Ik denk haast van wel. Het is misschien sowieso wel leuk om naar de gevangenis te gaan. Want wat ik wil proberen te doen, is ik wil proberen om mijn bounty weer zo hoog mogelijk te krijgen. En voor de mensen die zich afvragen wat een bounty inhoudt, dat is eigenlijk de hoeveelheid aan geld die jij waard bent als crimineel zijnde. Hoe beruchter je bent, hoe hoger jouw bounty is. Dus wanneer jij heel erg veel politieagenten van het leven berooft in dit spelletje, hoe heftig het ook klinkt, is het niet ouders die even voor meekijken, hoe hoger jouw bounty wordt. En dat geldt natuurlijk hetzelfde voor het killen van bijvoorbeeld superhelden. We gaan ons best doen, we gaan er wat leuks van maken. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Kunnen wij hier ergens aan de SWAT-wapens komen? Zo niet, kunnen wij dan ergens aan de SWAT-auto's komen? Ik ben heel erg benieuwd. Laten wij eerst even kijken of we aan een keycard kunnen komen. Ik ben nog steeds zo ongelooflijk verkouden. Ik maak me er een beetje zorgen om. Misschien dat ik moet laten nakijken. Ik blijf gewoon verkouden. Dit is geloof ik al de vierde aflevering van Mad City die er online komt waarbij ik verkouden ben. Het is echt niet normaal. Ah, ik kan die dingen natuurlijk helemaal niet onderzoeken, want ik ben geen gevangene op dit moment. Maar is hier ergens een SWAT-auto? Want ik heb namelijk net wel dat pakket betaald. Dus als het goed is, zou ik er nu aan moeten kunnen komen, right? Staan die auto's dan ook ergens? Ik weet het niet, maar de juwelier wordt overvallen. Dus dat is een momentje voor de tuber om een kijkje te komen nemen. Waarschijnlijk moet je die SWAT-auto's ergens zien staan. En als je dan dat pakket hebt betaald, zoals ik zojuist heb gedaan, kun je ze gewoon meenemen. Dat is geloof ik hoe het in elkaar steekt. Right? Die wapens kun je in ieder geval wel ergens krijgen. Ah, die wapens kun je krijgen bij de wapenstop. Dat is het inderdaad. Oké, dus wat we gaan doen? Stap 1, overval een juwelier. Stap 2, ga met het geld wat je hebt van de overval naar de schelbasis. En stap 3, of was dat al stap 3? Ik weet het niet. En de laatste stap, haal het nieuwe wapen waar ik zojuist 300 Robux voor heb betaald. Het was een heel erg duur wapen. Wacht even. Als ik hem kan inmaken, dan krijg ik zijn gem. Snel, ik kan hem denk ik wel pakken. Snel. Snel.
Snel. Hij is hier naar beneden gegaan. Ah, come on. Waar is die? Ik vind het belangrijker dan het overvallen van de juwelier, jongens. Juwelier overvallen kan ik altijd nog doen. Yes! Yes! Ik ben nu snel! Dat betekent geen risico's nemen, Job. Dat betekent gewoon letterlijk geen risico's nemen. Oh, yes! Oh my gosh, jongens. Ik ben nu legit snel. Ik wou deze superheld al zo lang zijn als crimineel zijnde. En nu eindelijk ben ik het. Ik heb het nu eindelijk voor elkaar gekregen. En omdat hij zo snel kan slaan, ben ik ook zo klaar met het overvallen van deze juwelier. Oh, dit is zo dik. Let's go, let's go, let's go, let's go. Deze nog even mee, deze nog even mee. Let's go, let's go, let's go. Nice. En ik denk dat ik hier weg kan nu, want 5000 is de max, toch? Ja, 5000 is de max. En dan gaan we naar de exit. Oké, kijk, hier moet ik dus wel even voorzichtig zijn. Of ik ga er gewoon lekker overheen. Die mogelijkheid is natuurlijk ook aanwezig. En ik ben buiten. Jongens en meisjes. Ik ben waarschijnlijk nu al een zwaar gezochte crimineel wegens dit strafbare feit. Oh, dit is echt beast gewoon. Ik had sowieso wel verwacht dat ik deze video iets zou doen wat ik de voorgaande video's nog niet voor elkaar heb gekregen. Maar deze soort van The Flash crimineel zijn, dat is mij nog niet eerder gelukt. Dus dat is sowieso wel even een applausje waard. Dus bij deze. Ik applaudisseer voor mezelf, waarom ook niet. Oké, we zijn denk ik binnen no time bij de criminele uitvalbasis. Dat betekent dat we in ieder geval onze centen even kunnen... Oh. Dit is echt de beste verstopplek ooit. Ik zou eigenlijk gewoon eens een keer hide and seek moeten spelen in Mad City. Like als jullie dat een leuk idee zouden vinden. Dat ik gewoon samen met Jeon of Soraya hide and seek in Mad City speel. Oh, dankjewel. Bam! We did it! En hier kunnen wij nu, als het goed is, ook aan een SWAT-wapen komen. Laten we sowieso eerst weer even de Scar pakken. Yes! Ik heb een nieuwe auto! Ik heb de Sunburst-auto, jongens. Kan ik die nu ook spannen via mijn telefoontje? Ik denk het wel, hè? Oh, kijk! Ik kan de SWAT-auto gewoon hier spannen. Wacht even, jongens. Oh, kijk uit, Job. Niet doodgaan, Job. Dat is niet verstandig. Ik heb nog maar 30 HP. Oké, wacht, 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 wacht. Let op. Span. SWAT. Oh! Bro! Oh, ik ga deze updaten. Ik ga deze updaten, bro. Deze is dope. Deze is dope. Deze is zo dope. Kijk dan, dit is gewoon echt een race ding gewoon. Oh my god, wacht even, waar kan ik hem aanpassen? Bij de garage, right? Dat zou hier verderop zijn, denk ik. Dat is denk ik het icoontje waar ik nu met mijn cursor op zit. Yo, dit is bizar. Ik hoop trouwens dat deze opname niet lagt. Dit is namelijk de eerste keer dat ik met een aantal processen op mijn PC tegelijkertijd bezig ben. Dus ik hoop dat jullie nu niet een laggy opname krijgen, terwijl die juist zo gaaf is. Yo, wij gaan de meest epische SWAT-auto ooit maken gewoon. We kunnen deze namelijk op dit moment upgraden. Dat is zo gaaf. Oké, let's go. Bam. Wat gaan we... Oké, we gaan deze... Pardon. We gaan deze super episch maken. Wij gaan de meest epische SWAT-auto ooit maken. Laten we beginnen met de skin. Wat voor skin gaan we doen? Groen? Oh! Toy car? Matrix? Zebra? Canadian? Venom? Nebula? Black Hex? Yo, deze is top, man, bro. Dit is gewoon een freaking paint splash skin, I guess. Arctic, cotton candy, gold. Oh, deze zijn heel duur. Deze kosten 100.000. Wat is de allerduurste? Electric, 500.000. Bro. Maar wat vind ik nou eigenlijk de mooiste? Is dit goud, ja? Ik vind het er een beetje geel uitzien. Rainbow cubes. Gaat wel. Hé, deze is wel dope. Deze is... Dit is gewoon een regenboog Nyan Cat auto. Deze gaan we sowieso doen. Bye. Oh, dit is gaaf. Oké, nu gaan we iets anders nog doen. We gaan nu de wielen proberen aan te passen. De allerduurste zijn de spikes. Oh nee, dat zijn niet de allerduurste. De ninja zijn de allerduurste. Dan vind ik de spikes nog epischer en die zijn een stuk goedkoper. En wat heb je nog meer? De pong?
de Twister, de 3-series, de Lowrider, de Hurricane. Dat is allemaal een beetje matig als je het mij vraagt. De wielen vallen ook niet zoveel op. Ik kan denk ik beter iets anders doen. Ik ga voor de engine. Als ik een goede engine neem, Boosted. Ik ga voor Boosted. Die kan ik ook betalen. Kijk, dus nu heb ik een stuk snellere auto met Nyan Cat op de zijkant. Oké, dit is nice. Ik ga nu weer naar buiten. Let's go. Oh my gosh. Oh, wat doe ik nou? Ik moet niet uit de auto stappen. Kan ik nu ook boosten op een of andere manier? Oh, wat heb ik nou gedaan? Oh nee, dat wil ik niet. Ik wil niet de passagier zijn. Ik wil de driver zijn. Ik wil de driver zijn, jongens. Let's go. Zo, wat een auto, hè. Hé, de nachtclub is weer open. Ja, ik kan er op zich deze keer naartoe. Ik ga er gewoon naartoe, joh. Oh! Wat? Wat? Hoort dat te kunnen? Ik ben trouwens nog nooit het reuzenrad in geweest. En iedereen zegt altijd tegen mij dat ik dat een keer moet doen. Nou jongens, bij deze. Oh, dit is gaaf. Dit is echt super dope. Ik weet niet wat daar zojuist gebeurde. Maar dat was de allerhoogste sprong in Roblox geschiedenis gewoon. Oké, laten we even hier naar binnen gaan, joh. Even de casino in. Ik kan toch super snel rennen, dus dat scheelt. Hopsakeetje, naar boven met die hap. En bam, ik ben er. En we kunnen het geld incasseren. Dit is sowieso een van de wat... Ja, ik zei het de vorige keer ook al dat het een van de wat betere afleveringen was. Maar dit is ook weer een van de wat betere afleveringen. We zijn een super snelle supercrimineel. We hebben een jetpack. We hebben letterlijk alles wat ons hartje begeert. Ik mag niet klagen. Laat ik het daar gewoon op houden. Ik mag niet klagen. Super gaaf, jongens. Echt waar. Dit is echt super dope gewoon. Nice. Oké, ik heb de 4000 binnen. Dat betekent dat ik heel makkelijk ook weer weg kan. En dat doen we via de exit. Die is hier zo. Nice. En dan rennen we, hoppakee, naar buiten. En dan is hier ook gelijk weer de schuilplek waar ik moet zijn. Ik kan trouwens nog steeds een andere skin uitkiezen voor mijn vliegtuig. Dat is iets wat ik nog helemaal niet heb gedaan. Maar dat kan ik wel doen. Oké, we gaan snel naar binnen. Oh, let's go. En we hebben weer 40.000 erbij. Dit gaat echt supergoed. Maar waar zijn de SWAT... Oh ja, de SWAT-wapens. Dat was inderdaad hetgeen wat ik nog moest doen in deze video. Of als ik heel snel ben, kan ik misschien zelfs de nachtclub nog even overvallen. Maar dan moet ik... Of ja, ik kan ook de bank overvallen. De bank is ook nog open. Ik kan denk ik beter de nachtclub doen. Zeg maar, de bank is net open. Dus misschien kan ik en de nachtclub en de bank nog overvallen. Bro, dat zou echt gruwelijk zijn. Dat is gewoon 3 keer scheepsrecht. Gewoon 3 overvallen tegelijkertijd. Gaat dat lukken, denken jullie? Ik hoef in ieder geval die jetpack, die hoef ik niet meer. Dus dat scheelt. Ik ga wel gewoon via touw naar boven. Want meestal gaat het met de jetpack hier een beetje fout. Rustig. Ja, nice. Oeh, ik ben wel geraakt. 10 HP eraf. Ja, nice. Er is een superheld hier. Er is een superheld hier, jongens. Rustig. Rustig. Oké, kalm. Ja. Bam! I did it! I did it! Oh, tweede overval. En misschien kan ik de bank er nog bij pakken, hè? Misschien, als ik snel genoeg ben, kan ik de bank er ook nog bij pakken. Dan heb ik dus eerst de juwelier. Of nee, wacht. Nee. Eerst het casino, nu de nachtclub, dan de bank in 1 rechte lijn. Oké, hier kun je geloof ik max 6000 meenemen, dus nu moet ik ook weer weg ook. Oké, wacht even. Rustig. En weg hier. Nice. Kijk, hier moet je goed uitkijken, inderdaad. Anders ben je de pineut. Even bukken. Nice. En even bukken. Ja, netjes. En even bukken. Je moet gewoon echt ervoor zorgen dat je dat systeem een beetje uit je hoofd begint te kennen. En als je dat systeem eenmaal echt uit je hoofd kent. Rustig. Oh. Oké, nice. Hopsakee. Ja, laten we gewoon lekker via de ventilatie weggaan, joh. Als we hier toch zijn, waarom niet? En we zijn weg. Even tenminste, nog niet helemaal. Ik kan het beter niet te snel roepen, want meestal gaat het dan juist fout. Wacht even, waar is nou de uitgang? Ah, daar is de uitgang. Super chill. En we zijn weg. Kijk, en nu gaan we heel snel richting de criminele uitvalbasis. En daar kunnen we dan ons geld weer even veilig stellen. En misschien, als we dan echt heel snel zijn, kunnen we de bank er nog bij pakken. Want toen ik namelijk net de nachtclub inging om die te overvallen, zag ik dat de bank net open was. Dus hij werd nog niet overvallen. En meestal betekent dat als je snel bent, dat je dan nog wel genoeg tijd hebt. Nice. En nu gelijk weer naar buiten. Oh, de bank wordt nog steeds niet overvallen, joh. Oh, dan gaan we het sowieso halen.
Dan hebben we het gewoon letterlijk voor elkaar gekregen om 3 overvallen tegelijk te doen. Zeg maar, overvallen zijn niet alleen goed voor het geld in Mad City, maar ze werken ook heel erg goed voor de experience die je nodig hebt om level up te gaan. En als je vaak genoeg level up gaat en dus een hoog level bereikt, dan hou je daar in zekere zin ook weer privileges aan over. Zoals bijvoorbeeld nieuwe auto's, nieuwe skins, noem het allemaal maar op. Dus dat is gewoon super chill. Nou, we zijn nu in de bank. We moeten niet te snel gaan. Zo. Ja, rust. Oh, de bank is letterlijk nog helemaal niet overvallen. Door niemand, joh. Hoe kan het nou dat de bank nog helemaal niet overvallen is? Heeft de bank nou gewoon op mij gewacht? Is dat het? Nee hoor, dat lijkt mij niet. Ik denk niet dat de bank tijd heeft om te wachten op mij. Maar hey, de bank heeft wel een soort van gewacht. Oké, we gaan snel naar binnen. We verzamelen het geld. Aan de kant! Het is best wel... Oh. Dat is inderdaad een superheld. Denk ik, ja. Rustig. Yes, ik heb een superheld gekild. Wacht, welke was dat? Welke? Heeft hij een gem? Ik weet niet of hij een gem heeft. Het maakt me ook niet heel... Wat? Wat? Natuurlijk. Oh, ik was al geraakt door hem. Filter is kant bezig, Job. Oh, dat is wel een jammer einde. Maar aan de andere kant, het is misschien ook wel weer goed. Want zo beginnen we de volgende aflevering wel weer gewoon even met niets. En dan kunnen we echt weer er tegenaan om alles voor elkaar te krijgen. Maar een epische aflevering, dat was het zeker. 3 overvallen in 1 aflevering. We moeten nog naar de gunstop. Dat is wat ik jullie had beloofd. Ik zat al in mezelf na te denken. Van, ik vergeet geloof ik de hele tijd iets. Want ik heb natuurlijk dat SWAT-pakket gekocht deze video. Wat ik jullie natuurlijk op een hele epische manier kan laten zien. Of nou ja, heel episch. Heel girly eigenlijk. Maar Nyan Cat is natuurlijk niet per se girly. Maar jullie snappen denk ik wel wat ik bedoel. Of gaan we de bank alsnog even een keertje overvallen? Zodat we hem wel succesvol hebben overvallen. Wat gaan we doen? Ja, ik heb geen wapen, of wel? Nee, ik heb geen wapen. Laat maar zitten. Misschien als we op tijd bij de gunstop zijn en daar een SWAT-wapen voor krijgen en er is nog iets open. Zoals bijvoorbeeld de juwelier of de nachtclub, dat we het even proberen. Maar laten we eerst maar even een wapentje halen. Ik denk toch dat dat een stukje verstandiger is. Oh, ik moet helemaal niet hier zijn, joh. Ik moet aan de overkant zijn. Nou, meneer de jetski, dan mag jij mij weer even komen. Oef. Ik zie daar ook wel een hele epische jetski hoor, jongens. Die ziet er best wel gruwelijk uit. Met een soort van camo skin of zo. Oké. Helaas zijn we onze superkrachten dus wel kwijtgeraakt. Maar goed, weet je, zo moet je het ook zien. De ene aflevering hou je het echt meerdere keren vol om een superheld te blijven. En de andere aflevering ben je net een superheld en word je alweer gekild door een andere superheld. Dus je moet ook wel gewoon een klein beetje geluk hebben. Dat is wel iets wat je moet onthouden. Zo, de dirtbike. Deze moeten we ook allemaal nog een andere skin geven. Ik las het al in de comments dat mensen tegen mij zeiden van... Job, waarom heb je je dirtbike nog niet gepimpt? Ja, sorry, ik moet er nog aan beginnen. Dat is de reden waarom. Oh, ja, dat dacht ik inderdaad al. En toen was mijn dirtbike verdronken. Ik ben gewoon heel erg benieuwd welke SWAT-wapens ik nou precies heb unlocked. Want die auto is eigenlijk al best wel vet als je het mij vraagt. Maar vooral die wapens, daar ben ik nu heel erg benieuwd naar. Dus dat gaan we even snel checken. Let's go. Ik heb nu namelijk alleen maar een heel simpel pistooltje. Kun je ook al een hoop mee hoor, daar niet om. Maar het is wel leuker als we echte wapens krijgen. Welke hebben we nou? Oh, deze hebben we unlocked. Deze hier. Die is wel gevaarlijk hoor, jongens. Die is wel gevaarlijk hoor, jongens. Zo gevaarlijk dat ik er gewoon even een overvalletje mee ga plegen. Zo gevaarlijk is die. Tenminste, als het goed is, kan je dat hier zo doen. Ik weet het niet zeker. Handen omhoog! Dit is een overval door een meloenharige man. Ik denk dat je hier gewoon E ingedrukt moet houden en dan heb je het gedaan. Ja, dat is alles. Nou, ik ben hartstikke tevreden. Vond je het nou een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet zeker weten niet te abonneren op mijn YouTube-kanaal. De volgende aflevering van Mad City ga ik weer doelgericht met de nieuwe updates bezig. Die er dan waarschijnlijk alweer zullen zijn. Of die er nu al zijn wanneer ik deze video online heb gezet. Dus blijf geduldig. Doe een blauw duimpje omhoog. En ik zeg adios.